Ik ben gisteren geïnspireerd door iemand die vroeg of dat ik een unieke knoopvorm had. Hij had een nulkraag, dus echt zoiets. En toen heb ik gezegd, van, nou, de Van Wijk die moet daarop. Dus die ga ik vandaag zelf ook dragen, want het is echt een hele mooie knoop. Het is er eentje die, het is niet heel moeilijk aan te leggen, maar weer. Het corrigeren van de knoop zelf, dat kost je het meeste tijd. Ja. Je knoopt hem met de brede zijde van je das. Hij is bedacht door Lisa van Wijk, een kunstenares. Die op zoek was naar de breedste knoop. Ik denk dat er bredere knopen zijn, maar hij is leuk. Brede zijde rechterkant, dunne zijde links. Zorg ervoor dat je dunne zijde ongeveer bij je 1, 2, 3, 4, vierde knoop zo ongeveer hebt. Zo. Half op je borstzakje zo. Dat idee. Nou, rechts over links. Dit hou je strak. Dan sla je hem nog een keertje over. Vinger ertussen, want daar ga je ze dadelijk doorheen. Dat is 1. Nog een keer. Dat is 2. Nog een keer. Dat is 3. Na de derde keer gaan we hier midden door. En nu komt het. Je hebt op zich niet heel veel ruimte. Maar als je je vinger ertussen hebt gehouden, dan zou het moeten lukken. Hier steek je je das doorheen. Oké. Dat is stap 1 van het verhaal. Nu krijg je je dimpel. En trek je je das aan. Zo. Dan kan het zijn dat je denkt van, hé, het werkt niet, maar je kunt het nog een beetje aantrekken hier. Oké. Wat je nu gaat krijgen is, na deze correctie, is dat we de lagen naar voren gaan halen. De eerste keer dat ik ging knopen, dacht ik bij mezelf van nee, als ik die brede lussen doorheen trek, dan moeten die lagen direct te zien zijn. Maar dat is gewoon niet. Dat één lukt dat bijna niet. Dan krijg je gewoon echt alles door elkaar. En als je het achteraf doet, dan heb je er gewoon even de tijd voor. Je kunt er even de tijd voor nemen ook, zodat je ook de juiste afstand hebt. En zo krijg je een hele mooie, brede, volle, ronde knoop. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik hoop dat jullie het ook vinden, uiteraard. Dit is de Van Wijk. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties.